zijn als spreker en jullie mee te mogen nemen in een thema. En een thema wat niet heel erg populair is om aan te snijden. Zeker niet in de geestelijke gewesten waar Kees net over gelezen heeft. Want misschien dacht jij al, hey, moet ik hierheen gaan, zeg maar, bevrijding van enzovoort. Bevrijding van Bert Notenboom, misschien ben je daarvoor gekomen. Dat zou misschien nog wel mooi zijn. Dan zijn we daar vanaf. Maar bevrijding van. En weet je, in het evangelisatiewerk in Almere kom ik dat heel vaak tegen. Dat mensen hun leven geleefd hebben met de duivel, heel veel dingen ervan ingelaten hebben. Pas nog. Ik zat bij een sterfbed van iemand die allerlei dingen heeft uitgevreten in het leven. En veel horrorfilms heeft me ingelaten, heeft geen voorbeeldig leven, allerlei treinen niet geleefd. Half jaar voor haar sterven vraagt ze om, toen ze opgegeven was, ik krijg een ontmoeting met God. Bert, wil je mij helpen? Ik wil God leren kennen dan voordat ik hem zie. En wil je mij helpen binnen? En nou, vorige week werd ik bij haar geroepen. En Psalm 116 vers 2 was echt op dat moment werkelijkheid. Ik kwam daar tegen de nacht aan. En een geestelijke, demonische strijd vond plaats in haar leven. Een doodstrijd. Ik, zij, lag gekneld in banden van de dood. En de angsten van de hel deden haar werkelijk alle troost missen. Je zag het aan haar ogen. Je voelde het aan de sfeer waar Kees het over had. Nou, en of je nou een christen was of geen christen was. Als jij daar binnenkwam, dan voelde jij het ook. Ze was benauwd, omringd door tal van droevenissen. Maar samen riepen we de Heer aan in al haar nood. En toen hoorde God. Er gebeurde iets zeer indrukwekkends wat ik dag in dag uit weer vertel aan mensen en beleef voor ogen zie. Op een gegeven moment zegt ze, en ik wilde dat elke reformatorische jongere en ouderen, zij kent die taal helemaal niet, dat zij dat doorleven en dat jij dat doorleeft. En zij zegt, Bert, die genade van God is te groot. Ik wil daar wat voor terug doen, maar ik kan daar niks voor terug doen, dus ik kan het niet aanvaarden. En ze streed en ze vocht verder. En toen op haar lijkbleke gezicht, vol met aanvechting en strijd, dan zei ze, dan geef ik me maar eraan over. En ik hoop dat dat moment vandaag heel dichtbij komt. Dat jij denkt, hé, die strijd om mijn leven en die strijd binnen de kerk, want daar ga ik het over hebben. Ik ga helemaal verder geen voorbeelden uit Almere noemen, want dat is eigenlijk de wereld waar mensen God niet kennen. En op het moment als ik daar het leven breng met woorden van God, dan gebeurt daar wat en dan komen daar mensen tot bevrijding. Maar in de kerk, hoe zit het daar? En we zijn vlakbij het moment dat de Heer Jezus terug staat te komen. Wij, jij en ik, wij zijn vlakbij het beloofde land aangekomen. Besef je dat? We staan eigenlijk net. We zien het beloofde land, zien we al liggen. De Heer Jezus, zoals een rabbi, en zij die staat om de hoek. Om de hoek, daar komt hij. Het is één hoekje ver, en dan is de Heer Jezus. En als ik dan vanuit die wereldse perspectieven, waar zoveel duisternis is, de kerk binnenkom, dan schrik ik me bijna dood. En ik zal je vertellen waarom. Ik ga dat in een beeld vertellen. Want als christenen, zei ik al, bevinden we ons vlak voor het beloofde land. En de woorden van Paulus naar zijn geestelijke zoon Timotheus zijn en klinken dus nu actueler dan ooit. En hij zegt, Timotheus, weet dit, dat er zware tijden komen. Hey, geestelijke zoon, geestelijke dochter, weet dit, er komen zware tijden. Zeer zwaar. En je leeft er nu middenin. Hele zware tijden. En als ik het goed meen te zien, zie ik binnen de reformatorische kerkverbanden, wat ik weer dicht bij ons houden, zie ik slangen de kerk binnenkomen.
Je weet wel, die enorm gevaarlijke beesten. Ik zie wurgslangen de kerk binnenkomen. Ze zijn er al trouwens een tijd. Waarom zal ik je zo meteen vertellen? Waarom de deur van de kerk opeens open was voor slangen? Maar de deur van jouw kerk stond open voor slangen. En ook niet alleen wurgslangen, maar ook gifslangen kwamen jouw kerk binnen. De slangen kruipen iedere zondag weer door die rijen heen. Langs, tussen jouw voeten. Over je benen. Die slangen zijn er in jouw leven zo dichtbij. Juist in die kerkbank. En het gif van die adders, die doet zijn werking. Dat betekent die adder die bijt. En hij bijt jongeren. Hij bijt ouderen. Midden in die kerkbank. En het gif gaat door hun lichaam. En wat zie je gebeuren op het moment als een adder een mens bijt? Dan is een mens niet in één keer dood. Maar dan wordt hij een soort van... Ja, dat hij niet meer kan bewegen. Een soort van verlamd. En als verlamd zitten mensen doelloos voor zich uit te kijken in de kerkbank. Wachtend. Wachtend op de dood. Wachtend op hun definitieve ondergang. Jij ook? Verlamd. Verlamd misschien van schrik of van pijn, van het gif van de adder wat dwars door je lichaam heen stroomt. Maar, kijk eens met me mee. Daar in die kerk, ik zie nog iets. Ik zie twee hele andere soorten slangen. Geen adders, weet je wel, van die gifslangen. Maar de meest gevreesde onder de wurgslang. Je weet wat een wurgslang doet, hè? Die bijt niet en dat het gif door je heen gaat en dat je doodgaat. Nee, een wurgslang cirkelt om jou heen. En knijpt steeds verder alle adem dicht. En elke keer weer gaat het weer een stukje. En op een gegeven moment stik je. En daarna eet hij zijn prooi op. En de meest gevreesde onder alle wurgslangen. En dat is geen grapje, die heeft een naam. En weet je hoe die heet? Die heet de afgodslang. En dat is serieus waar. Zoek maar in de biologieboek. De meest gevreesde onder alle wurgslangen is de afgodslang. Beter bekend als de boa constrictor. Misschien heb je daar wel van gehoord. Dat betekent letterlijk, dat is de Latijnse naam, betekent letterlijk afgodslang. En zie je die twee boa constrictors door de kerk heen? En ze komen aan bij de ouderlingenbak. En langzamerhand, je ziet het gewoon, cirkelen ze om die ouderlingen heen. 4 meter lange slangen. Met 30 kilo, zo zwaar wegen ze, pure spiermassa. Geen ouderling is er tegen bestand. En een enorme, enorme kracht klemt zich om die ouderlingen. En hebben ze de ouderlingen in een dodelijke greep. Maar dan heb je ook nog de rotspython. Je weet wel, die wurgslang van zo'n 9 meter, die zelfs krokodillen weet te vangen, te wurgen en te verorberen. Hij schuifelt sissend, kijk, de preekstoel op. Hij heeft jouw dominee. Hij heeft jouw dominee, die meest gevreesde. Die rotspiedon. Sissend heeft hij hem te pakken. Geen kans kan die arme man meer op. Jouw dominee, heb je hem voor ogen? Jouw ouderlingen, heb je hem voor ogen? Het gif van die adder door jouw lichaam. Hopeloos lijkt de kerk van nu, de reformatorische kerk in Kampen en omgeving, totaal verloren te zijn. Hopeloos. Net nu het beloofde land in zicht begint te komen. Hoe heeft het zo ver kunnen komen, zul je denken? Nou, de zichzelf christen noemende mensen in de 20ste eeuw, ze zijn niet tevreden met God. Daardoor is het gekomen. Ze waren ontevreden met God. Sterker nog, de mensen binnen de kerken, ze wantrouwen God. Ze zitten vol van twijfel of God wel een liefdevolle vader is in de hemel. En of die wel liefdevol wil zorgen voor mijn leven. En vol ongeloof negeren ze het volbrachte werk van zijn enige zoon, Jezus Christus, die hij zo lief had dat hij hem naar de aarde stuurde. En het bloed en het lichaam van Jezus. Het wordt veracht door de kerken, bij jou. De reformatorische kerken in Kampen en omgeving.
Wijn en brood. Het wordt nog wel in gehoorzaamheid op tafel gezet. Maar het wordt zo veracht dat mensen gewoon in de bank blijven zitten en denken Jezus bloed en Jezus lichaam niet nodig te hebben. Nee, mensen, als ze kwaaltjes hebben, als ze ongeloof hebben, zoeken ze het in andere dingen. Nee, dat bloed van Jezus, ja, we zetten het nog wel braaf op tafel, maar we houden de mensen ervan af en de tafels zijn soms bijna leeg. Ik zei al, daarentegen omhelzen mensen hele andere dingen. Alternatieve geneeswijzen bijvoorbeeld. Surrogaatmiddelen die volgens kerkmensen beter helpen dan Jezus. Ja? Alternatieve geneeswijzen zoals acupunctuur en voor de rust bijvoorbeeld. En dan kun je natuurlijk ook yoga en al die rotzooi doen. Zwangerschapsyoga, helemaal in, niks fout aan. Nee, dat heb ik meer nodig als Jezus. Want als ik rust wil hebben, ga ik naar yoga, niet naar Jezus. En als ik pijntje heb, dan laat ik acupunctuur doen. En dan ga ik niet naar Jezus. Dat is die slang die je in die greep heeft. En het woord is niet spannend meer. En daarom komen de boeken en films van Harry Potter tot en met de meest bizarre horrorfilms, de huizen binnen. Om samen te dromen en te spreken over het beloofde land wat al in zicht is. Er is geen tijd meer voor, want al spelen de jongeren hun duivelse spelletjes met elkaar. Online en offline. Van het semi-onschuldige weerwolven glaasje draaien tot League of Legends, als je het zo uitspreekt. Nooit gespeeld, maar het schijnt een van zijn demonisch spel te zijn. Kan het concreter in Reformatorisch Nederland? Ja, ik wil het nog concreter maken in jouw omgeving. Urk, vermoorden niet die ene jongere, die andere. Juist daarom, om die occulte spelletjes die ze gedaan hebben. Uddel, is er niet massale geestelijke duisternis en als gevolg daarvan diverse zelfmoordpogingen? Omdat mensen zich wenden tot alternatieve geneeswijzen. Uddel, Reformatorisch plekje toch? Wat gebeurt er in de kerken, in de reformatorische kerken, komt steeds meer geestelijke duisternis. En wat mis je in de prediking en nog erger, wat mis je in de harten van de mensen? Jezus. En alles wat dat met zich meebrengt. Rust. Vrede met God. In diverse reformatorische dorpen, ook hier in de regio, maar ook naar het zuiden van het land, waar incest bijna gebruikelijk lijkt te zijn, is er tussen mensen en Jezus een enorme blokkade ontstaan. Geestelijk leven is daardoor niet aanwezig. Dominees in de kerk. En het is geen fabeltje, lieve mensen. Dominees in de reformatorische kerk. En zelfs tot en met dus de meest behoudende hoek, als je daar je veiligheid denkt te zoeken. Doe een acupunctuur om aan roken in de oren, om van het roken af te komen. Het is verschrikkelijk, het is God onteren. En het wordt steeds benauwder in die reformatorische kerken, in de kerken misschien algemeen, net nu het beloofde land in het zicht is. En toch stikkens benauwd toe. Dat is die burgslang. Die de kerk, die de mensen binnen de kerk, die mensen die in de ouderlingenbanken zitten, tot en met de preekstoel toe in de greep heeft. En hoe zit het met jou en hoe zit het met mij? Is er iets wat jou in de greep heeft? En de reden dat ze op zoek zijn naar iets om hun leegte en ontevredenheid te vullen. Daarom. En om van hun angsten, hun pijnen, hun verslavingen, hun depressies af te komen. En daarom gaan we allerlei wanhoopspogingen doen. Maar één ding vergeten we. Jezus. Onder het motto. Baat het niet, dan schaadt het niet. Proberen we allerlei dingetjes. Laten we ons in met allerlei dingen, heel naïef als we zijn. Baat het niet, dan schaadt het niet. En wat nou, als je de genezing doorvindt en daarmee de wereld wint en schade lijdt aan je ziel? Dat is de Bijbelse boodschap. Het is het enige. Gif van die adder in jouw leven gaat misschien wel op heel andere terreinen. Wat dacht je van seksuele onreinheid en uitspattingen in de jeugdcultuur? En daarbuiten, want ik had het al over incest van vaders of moeders die het in een zotte bol halen en zich zang door het kwaad laten drijven. De preekstoelen staan, de pornografie die ze in de wurggreep houden, waar mensen niet meer uit dreigen te komen en steeds strakker
aangetrokken wordt en steeds minder mensen leven en adem hebben. Jij ook? Kijk eens hoeveel jongeren er vastzitten. Aan allerlei internetverslaving, aan gamen, aan drank, aan andere verslavende dingen. Vastzitten in hun eenzaamheid en daarom een toevlucht daar naartoe nemen. Vastzitten in de angst en afwezigheid van God. En hun toekomstperspectief met een God die tegen is. En het gaat van kwaad tot erger. Herken je het nou in de reformatorische gezin of herken je er niks van? Denk je, God heeft een punt of heeft God geen punt? Traumatische ervaringen van andere reformatorische mensen dwingen op weer opnieuw tot weer een wanhoopspogingen. Het omhelzen van een afgod, in volgens mij 1 Korinthe 10 vers 20 staat dat het omhelzen van een afgod, daarachter, achter een afgod vinden zich demonen plaats, vindt de duivel plaats. En wat doe je? Als jij een afgod omhelst, dan ben je gebonden. Je zit vast. Want je zag het niet, maar achter die afgoden van ons, daar bindt de duivel jou vast. Is er nog een opvallende vrucht binnen de kerken? Ja. Massaal kunnen mensen uit de revo-wereld de Heer Jezus niet meer vinden. De dood in de pot bij kerken is een zeer slecht teken. Het wordt nog goed gepraat door er een geestelijk sausje overheen te gooien van er zijn er maar weinigen die het koninkrijk van de hemel zullen binnengaan. En we verdedigen zo dat er maar een enkeling tot geloof komt. Maar is het normaal dat er geen zegen voelbaar is? En is het normaal dat 1 keer in de 3 jaar misschien eens 1 iemand tot geloof komt? Het is God onterend en het is niet normaal als iedere zondag royaal het evangelie gepreekt kan en mag worden. Jaren gaan er soms overheen, echt. En dit zijn allemaal feiten uit de diverse reformatorische kerken. Jaren gaan er soms overheen. Voor 1 ziel zich bekeert en Jezus vindt. En zich zoals die mevrouw waar ik dus vorige week was zegt. Ik geef me er maar aan over. Aan die genade. Er is nog iets. En dat is dat er geen kracht, geen autoriteit meer lijkt te zijn. Om tegen de zonde op te treden. En de zonde in jou en mijn leven vurig aan te spreken. En te zeggen van, ban het uit je leven. Het lijkt dit ook zo'n speech, meditatie, boodschap, hoe je het ook vindt, lijkt niet meer gewoon te zijn. Het is ook eigenlijk helemaal niet gewoon. En wat zie je bij jongeren? Ik ga er straks doorheen. Mocht je daar een vraag over hebben, mocht je een verhaal uit ervaring willen horen, of iets herkennen in jouw leven, stel je vragen daar zo meteen. Want ik vlieg er even overheen. Want die wurggreep van de afgodsslang en het dodelijke gif van de adders neemt toe. En het is zichtbaar in jouw leven op verschillende punten misschien. En dat kunnen zijn dwanggedachten en stemmen. Heb je er last van? Bijvoorbeeld dat negatieve denken over jezelf. Dat verschrikkelijke eetprobleem wat je hebt en daardoor maar afvalt en dunner wordt. En voor die spiegel staat en ik ben lelijk en ik ben dom en dit en dat. Dwanggedachten en stemmen. Ik moet dit doen, ik moet dat doen. Ik moet mezelf snijden, nu. Het is regelrecht bij de duivel vandaan. Wat dacht je van mensen die dan een afkeer krijgen? Misschien herken je het van de Bijbel, van Jezus en van het geestelijke lied. Zoals een gothic jongere bij mij in de kerk, vertel ik toch nog een klein verhaaltje in 2 zinnen. Een gothic jongere bij mij in de kerk kwam. Bij ons in de kerk. En wat gebeurde er toen we gingen zingen voor God? Viel hij met een epilepsieaanval op de grond. Was helemaal geen epilepsieaanval. Het was de duivel. Want hij kon niet tegen het zingen. Keer op keer werd hij onrustig. En hij zat te wiebelen en toen opeens. Toen schuim op zijn mond. Maar hij weigerde zich aan Jezus over te geven. Hij weigerde om met Jezus te gaan leven. Om zijn offer te aanvaarden. Wat dacht je van onverklaarbare pijn? Een vrouw bij wie ik kwam, die hier bij de buik enorme pijn had. En de dokter zegt, er is niks. Maar het zat er wel. Het waren Jehovah's getuigen. Daar kwam ze vanuit, uit dat nest. Uit dat web. En ze was eruit gekomen. En het waren Jehovah's getuigen die gezamenlijk naar een paranormale beurs waren gegaan. Een uitzonderlijke situatie. En een vloek over die vrouw hadden uitgesproken. Het gebeurt gewoon. Maar er leven ook zat mensen binnen de reformatorische kerk.
Met onverklaarbare lichamelijke pijnen, diverse angsten. Ik heb een jongen, die kwam hijgend, belde die mij op en hij zegt, kan ik nu langskomen? Ik zeg, welkom. Wat gebeurde er? Hij zegt, ik zeg, wat is er aan de hand? Je ziet er moe en bezweet uit. Ik zeg, hij zegt, ik ben een uur gerend. De duivel zat achter me aan. Je denkt, het zijn sprookjes, het zijn geen sprookjes. Die jongen was helemaal gek gemaakt en de duivel vindt het fantastisch. Vreemde geluiden en bewegingen horen en zien. Veel negatieve ervaringen en maar een negatieve spiraal die doorgaat. Depressie. Depressie. Dat gebruikt de duivel overigens ook bij mij als invalspoort. Om mij te neer te slaan, om mij moedeloos te maken. Om mij op mezelf te richten. Zodat ik mij, maar Jezus kan niet zien in die zwarte duisternis van een depressie. Dat het mij verlamt en dat het mij ontmoedigt om door te gaan in het koninkrijk van God. Wat dacht je van gewelddadig gedrag? De neiging tot vloeken, de neiging tot slaan, de neiging van enorme, onverklaarbare woede die in je opkomt. Zie je, het gif van de adder komt misschien wel heel dicht bij jou in de kerkbank. En heeft misschien wel jouw moeder, jouw vader, jouw vriendin, jouw vriend of jezelf te pakken. Of die wurggreep van die verslaving van die wurgslang. Dan kom ik bij nummer 21. Want misschien vond je mijn gelijkenis die ik vertelde over de kerk en de kerkbank en naar de slangen. Vond je wel een parallel in de Bijbel, dat klopt, vers 4. Toen trokken zij van de berg Hor in de richting van de Schelfzee, het volk Israël. Ze moesten namelijk om het land van Edom heen trekken, maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. En het volk sprak tot God en tot Mozes, waarom hebt u ons uit het land Egypte laten vertrekken? Om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood en ook geen water en onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. Giften van God, wonderen van God. Waardeloos vonden ze het, ontevreden. Ze walgden ervan. Toen zond God, de Heer, gifslangen onder het volk. Die beten het volk en er stierven er veel uit het volk Israël. En het volk kwam naar Mozes toe en ze zeiden, we hebben gezondigd. Want wij hebben tegen de Heer en tegen u gesproken. Bid tot de Heer dat hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad God voor het volk. En de Heer zei tegen Mozes, maak een gifslang. En zet die op een staak. En het zal gebeuren dat een ieder die gebeten is, in leven zal blijven als hij daarnaar kijkt. Knoop dat in je oren. Kom terug. Een ieder die gebeten is, jij die gebeten bent, jij zal beter worden als je naar die verhoogde slang kijkt. En toen maakte Mozes een koperen slang, zette hem op een staak. En het gebeurde als de slang iemand beet. Dat hij die naar de koperen slang keek, in leven bleef. Ik kan het niet mooier maken dan het is, maar jij bent gebeten in je leven door zo'n giftige slang. En het zondegif, zei ik al, gaat door je lichaam. En het is een kwestie van tijd en dood en verderf gaat het leven van jou binnen. Of het is er al lang in binnengekomen. En lieve mensen, haal maar één illusie weg uit jouw leven. Dat door middel van te gaan rennen voor die zonde, dat je zal redden. Vergeet het maar. Wegrennen van die zonde heeft helemaal geen enkel zin om je leven te redden. Je wordt niet bevrijd van je zonde door er vandaan te vluchten. Satan, hij kwam in een slang naar Eva. En hij wist haar in te pakken. Hij wist haar te verleiden. En zo jou ook. Ziekte en dood is er toen in de wereld gekomen. Ook in jouw leven. En zonde resulteert in de dood. Terwijl jij bestemd en gemaakt was en bent om eeuwig te leven. En Jezus zelf draaide er niet omheen als de hemelse dokter. En dan gaan we naar Johannes. Johannes 8. En daar doet de Heer Jezus een hele heldere analyse. En hij geeft een hele heldere boodschap aan jou en aan mij. Jezus zei, vers 21, opnieuw tegen hen. Ga heen. En u zult mij zoeken. En in uw zonde zult u sterven. En waar ik heen ga, zult u niet komen, zegt hij tegen de Farizeeën. De Joden nu zeiden, hij zal toch zichzelf niet doden, hij zal toch geen zelfmoord plegen, omdat hij zegt, waar ik heen ga, zult u niet komen.
En hij zei tegen hen: u bent van beneden, ik ben van boven. U bent van deze wereld en ik ben niet van deze wereld. Ik heb u dan gezegd dat u in uw zonde zult sterven, want als u niet gelooft dat ik het ben, zult u in uw zonde sterven. Als je niet gelooft dat ik de enige ben, dat ik ben, dat ik God ben en dat je mij nodig hebt, zul jij in je zonde sterven. En niet alleen de Joden, jij. Jij zult door dat gif van de zonde wat door je lichaam gaat, door die wurggreep van die python die jou vast heeft, van die afgodsslang, zul jij sterven. En wat is dan die zonde? Wat is nu precies die zonde? Nou, precies die zonde is kiezen zelfstandig te zijn. Ikke. Dat is die zonde. Dat jij kiest ervoor, ik moet het doen. Dat jij kiest ervoor, ik zei het al, los van God zelfstandig te zijn. En dan daarin zelfs nog God ter verantwoording te roepen voor wat jou overkomt ook nog. Ik weet het, ikke weet het beter dan ik ben. Dat is zonde. En daar gaat het mis. En zo komen die slangen de kerk binnen. En openlijk laten we het zien in onze daden. Ik ken betere wegen dan u. En ik heb betere wegen buiten u. En daarom ga ik mijn toevlucht zoeken naar allerlei andere dingen. Weet je wat mij zo opvalt, hè? Want anders komt die vraag zo meteen. Is glaasje draaien al slecht? Nou ja, dat is heel simpel. Dat is gewoon, het is vernietigend. Het verprutst. Het maakt heel je leven kapot. Maar dan zeggen ze, ja maar weerwolf toch niet? Ik bedoel, dat is een hype bij ons op school. Dan denk ik, waarom experimenteer je dan zo graag? Als je dan zo graag experimenteert in de geestelijke wereld, waarom zoeken we dan de grenzen op aan die kant? En gaan we niet gewoon als christen naar buiten en zeggen we gaan de grenzen aan deze kant opzoeken? Hoeveel mensen kunnen we bevrijden? Omdat ze in de banden zitten. Waar kan ik mensen vinden? Want ik wil experimenteren. Maar dat doen we niet. Want dat is geen wereld. Nee, we gaan het zelf opzoeken. Tot welke grens kan ik gaan? En daarom wil ik daar geen vraag over hebben. Tot welke grens kan ik gaan in een boek lezen? In een film kijken? Zoek die grenzen gewoon niet. Zoek die grenzen. En neem de boodschap van de Heer Jezus ter harte. En ga mensen vrijmaken. Knip banden los. Jesaja 58. En de Heer Jezus heeft het tegen de hoofden in de kerk van vroeger. Als die zegt, jullie reinigen je van de buitenkant om door mensen prachtig gezien te worden. Je doet zondags een mooi zwart jasje aan, dat was toen niet, maar bij wijze van spreken, om door mensen als hooggeacht te worden. Maar Jezus zegt, reinig je binnenkant, man. Reinig eerst je binnenkant. En dan zegt hij iets heel heftigs. Van binnen zijn ben je vol doodsbrengen en allerlei onreinheid. Want Matteüs 23 vers 33 krijg je slangen, zegt Jezus tegen ze, tegen de geestelijke leiders in de kerk van vroeger, slangen, andere gebroed. Hoe zou u aan de veroordeling van de hel ontkomen? Jezus. En daarom, we zijn in Johannes 8, hè, en als je de Bijbel hebt, hou erbij, dan komt dat indrukwekkende nog een keer terug van wat we ook gelezen hebben in de vorige schriftlezing uit het Oude Testament. Dan zie je in vers 28, Jezus dan zei tegen hem. Dan gaat hij het evangelie vertellen. Wanneer u de Zoon des Mensen verhoogd zult hebben, zult u inzien dat ik het ben. En dat ik vanuit mijzelf niets doe, maar dat ik die dingen spreek zoals mijn Vader die heeft onderwezen. Let op. Ik vraag me af wat ik moet met je verhaal over de reformatorische kerk. Ik ben een jongen uit de gereformeerde gemeente. En ik herken een heleboel dingen in wat je zegt. Maar omdat ik het eigenlijk niet herken in mijn kerk, vraag ik me af wat ik ermee moet. Oké, dus die ziet het misschien wel zeg maar landelijk, maar in zijn eigen plaatselijke gemeente niet. En dan vraag ik zich af van wat moet ik dan eigenlijk met je verhaal? Ja, het lijkt mij in die zin sterk dat je niet zult herkennen dat er pogingen van de duivel zijn om het leven van gemeenteleden en het leven kapot te maken van wie dan ook, geestelijk leven. Om een aanslag te doen op mensenlevens, om
juist een kerk wat in zich het woord Kyriake heeft, dat wat van de Here is, van de duivel te laten zijn, want dat wil hij heel graag. Als daar geen aanvalspoging, als jij dat niet ziet, dan is de situatie nog veel ernstiger. Snap je? Als er geen aanvallen van de duivel op jouw gemeente zijn, is, en als je niet ziet dat de duivel daar aanslagen op doet, dan is de situatie vreselijk. Dus jij zegt eigenlijk van, als er helemaal geen aanslagen zijn, dan moet je helemaal uitkijken. Want dan, kun je dat nog ietsje meer verduidelijken? Ja. Blijf nu nog net even. Paulus zegt tegen Timotheus, zei helemaal aan het begin, en weet dit, dat er zware tijden zullen aanbreken. Ergens anders staat in de Bijbel, en de duivel gaat rond als een briesende leeuw. En talloze teksten worden er genoemd, talloze. Als in Handelingen de Heilige Geest is doorgebroken in kracht en heerlijkheid over de mensenmassa, en er nieuwe en er gemeentes ontstaan, christengemeentes, dan gebeurt er één ding. En dan kan je de klok op gelijk zetten. Dan komen de slangen, die breken los, massaal. Overal zie je opeens de duivel zich manifesteren, zich op laten duiken. Het kwaad is overal. Zelfs in de gemeente, Ananias en Safira. Binnen de gemeente, opeens bam, kwaad. Buiten de gemeente, opeens iemand die een aanslag doet op Petrus, op Johannes, op Paulus. Op die mensen zijn allemaal aanslagen gedaan van duivelen die in mensen waren. Die gingen op z'n af. En ze zijn geprobeerd, die apostelen zijn geprobeerd om totaal vernietigd te worden. En het mooie is, zeg maar, op het moment dat ze weer ergens weggestuurd werden of moesten vluchten, want dat was continu, hè. Dan gingen ze weer ergens anders heen en dan brachten ze weer die boodschap vanuit de synagoge het land in. En er gebeurde weer hetzelfde, zeg maar. Want er kwam geestelijke opwekking en baas kwam de duivel. En die verjaagde ze weer en Paulus kwam in een volgende plek. En de Satan had niet door dat hij zichzelf keihard in zijn carrière sneed. Want overal in de wereld kwamen opeens christengemeentes. Overal. Dat kwam omdat de duivel achter Paulus aan zat. Dus op het moment als dat dus ter verduidelijking, op het moment als God gaat werken, dat is ook zo'n bekende, hè, van als God zijn kerk bouwt buiten de duivel zo'n kapelletje ernaast. Nou, bij wijze van spreken is dat in een kerk zit, als God aan het werk ziet, is de duivel er ook. God was aan het werk tijdens een dienst, een poosje geleden, van André Mulmeester, mijn collega, die sprak in de dienst. En zoals velen van jullie weten, ben ik werkzaam in Almere en in die situatie zijn ook mensen die soms vol zijn van de duivel. En die jongen die was al een keer eerder geweest bij mij in Almere Haven. Weet je wat gebeurd was? Het kwaad was voelbaar aanwezig. En die jongen die had zijn hond meegenomen. En nog voor de dienst begon, ging mijn zoontje Joshua ging naar die hond toe. En dan zie je ook dat het lijden en het volgen van de Jezus, dat het offers moet kosten. Je gaat gevaren zonder binnen. Als je zendingsterrein betreedt in Nederland. En we kwamen daar en mijn zoontje die liep naar die hond toe. En wat doet die hond? En dat doet eigenlijk gewoon, er werd onrust gezaaid. Het kwaad, zeg maar, de duivel, die verzorgde dat die dienst eigenlijk kapot moest gaan. En die hond bijt keihard in het gezicht van mijn zoontje. Een medewerker, mijn vrouw, en niet die hond, maar ik bedoel mijn zoontje, die moesten naar het ziekenhuis. Ik bleef daar in spanning achter. Hoe zou het gaan? Toen moest de dienst nog beginnen. Tijdens de dienst. Het was vuurwerk gewoon. Die hond raakte los opeens. Vloog bovenop een andere hond. Je weet wel wat honden dan doen als ze dan gaan zitten rijden, zeg maar. Maar hoe gaat dat dan om met de sfeer? En je lacht erom, zeg maar. Maar het was spannend. Het zoog me leeg. En ik zat op de fiets naar huis en ik kon bijna niet meer thuiskomen. Zo moe was ik. En ik kwam thuis en ik zei, Heere God, wilt u alstublieft geven dat dit nooit meer doorgaat. En ik gaf het helemaal op. En na een half uurtje rusten zei ik, vergeef me Heere God, wilt u deze woorden wegwissen? Klopt niet. Ik wil u bidden dat dit nog vaker voor mag komen. En dat, want hier heb ik jaren om gebeden dat er vuurwerk is.
Maar wilt u alstublieft geven dat u mij ondersteunt met uw onoverwinnelijke rechterhand en mij kracht geeft, mij en mijn team. En die keer erna, het was de zondag erna. André Mulmeester was aan het preken. En eigenlijk niet André sprak, maar de Heilige Geest was aan het werk. Het was een werkplaats van de Heilige Geest geworden. En ook in hem. En hij zat op zijn stoel en hij zat te draaien en te doen. En een achterbuurman achter hem legde een hand op zijn schouder en zei, doe eens rustig, jongen. Luister maar goed. En hij wist het wel. Het is het kwaad wat aan het werk is. En de bank daarachter die ging al voor die jongen binnen. En hij zat er te draaien en te doen. En op een gegeven moment, hij kreeg die zo'n zin. Ik moest niet weg, ik moet hier weg, ik moet hier weg. Want de Heilige Geest kwam dichtbij, zeg maar. En hij ging staan, midden in de dienst. En hij sprak André aan en hij zegt, God zei tegen mij in de voorbereidingen in deze week, ik heb zo geweten dat ik hier moest zijn en dat God hier tot mij zou spreken. Maar nu zegt er een stem in mijn hart, ik moet hier weg. Woppa, door de kerk zal hij. En André wist dat ik die persoon ook al gesproken had. En die zei van, loop maar even die kant op. En Bert, zou jij met hem mee willen gaan? En een geestelijke, demonische strijd vond in hem plaats. En het is een jongen die echt nog nooit Gods woord in die zin had gelezen of had kunnen weten. Maar na een gesprek gingen we samen bidden. En op een gegeven moment was ik aan het bidden voor hem. En nam hij het over. Hij ging bidden. En niet zomaar bidden, hij ging gewoon Jacobus citeren. Talloze versen uit Jacobus. Hij citeerde het letterlijk, dat zijn tong, dat het een venijnig kwaad was. En nou noem maar op. En ik denk, wat gebeurt hier? Het was Gods geest. Het is zo indrukwekkend, zeg maar, dat er dan wat gebeurt. Als het evangelie wordt verkondigd. Als God mensen brengt van de duisternis tot het wonderbare licht, gaat dat niet zonder strijd. En als je dat niet in je gemeente ziet. Want dat was de vraag. Is het wel waar? Er is een vraag thuis aan. Ja, wij hebben met een groepje deze vraag gesteld. Maar de vraag is heel verkeerd geïnterpreteerd. Okay. Want wij zien het wel in onze gemeente. Dus. Okay. Neem je antwoord, alsjeblieft. En wat je dan moet doen? Nou ja, zeg maar, je zei ook een paar voorbeelden van. Want wij waren ook een beetje. Eigenlijk hoeft deze vraag niet meer gesteld te worden. Want met je eerste vraag, je antwoord, zeg maar, had je eigenlijk deze vraag al niet meer. Dan was het al beantwoord. Maar ja, je zei ook zeg maar een keer van. Ja, één keer in de drie jaar of zoiets wordt iemand bekeerd. En al dat soort dingen. En aangezien wij ook uit de reformwereld komen, voelden wij een beetje ons aangesproken. En aangezien we dat niet in onze kerk merken, zeg maar, was dat hetgene wat we zoiets hadden van, hé, maar er zijn ook andere gereformeerden. Ja. Maar het was maar één van de vele voorbeelden. Ja, oké, tuurlijk. Ja, maar daarom was je zeg maar al in je eerste antwoord, was het al. Mooi. Mooi. En ik denk dat dat ook gewoon, het is prachtig als je dus één onderdeel niet herkent in je gemeente. Als de jongere groep zich totaal niet bezighoudt met occultisme, dank de Heer ervoor en blijft er ver vandaan, zeg maar. Maar dat het gebeurt, het zijn allemaal feitelijke voorbeelden die ik genoemd heb. Allemaal. Ik kan ze met name toenemen, kan ik het gewoon allemaal vertellen. En dus ik zeg niet dat elke gemeente in elke valstrik valt en dat elke slang in elke gemeente zijn werk doet. Maar je kan mij niet vertellen dat geen afgodsslang in jouw gemeente rondgaat, zeg maar. En dat is even mijn punt. Dus ik hoop ook dat je je nooit inlaat met occultisme. Maar er zitten hier mensen, er zitten hier jongeren die zich er wel mee ingelaten hebben. En er zitten hier jongeren die onder een gehoor zitten van een broeder, zeg maar, die vol is van de Heer Jezus. Dank de Heer daarvoor, zeg maar. En dank dat Hij bewaard is in die naam en dat er een evangelieboodschap uitklinkt. Dank de Heer daar dagelijks voor. Maar er zitten ook jongeren. En dan moet ik, ja, daar word ik eigenlijk stil van, zeg maar. Die wel, of zelf gegrepen zijn, maar wel soms luisteren. Of onder het gehoor zitten van iemand die zelf ook prooi is geworden van een wurgslang, een gifslang. En vanuit die totale gebondenheid
nog probeert een boodschap eruit te krijgen. En dat is het spanningsveld. Niet alles is overal. Maar het is er wel. En die spanning wil ik je graag mee naar huis sturen, want dat geeft gebed in de gemeente. En zorg dat je bij die boze, dat je er tegen strijdt. Dat je tegen dat kwaad, zeg maar, vurig opkomt. En uiteindelijk zegt de Bijbel dat we dan zullen overwinnen. We weten van je tijd moeten we eigenlijk even door, maar heel kort nog eventjes jouw vraag staan. Het is geen vraag, maar meer een aanvulling. Of een aanvulling. Wat mij wel heel erg aanspreekt en wat je ook al een aantal keer hebt gezegd, is dat de wereld, die heeft de Satan al. Dus daar hoeft hij niks mee. Op het moment dat je een gelovige geworden bent, dan wordt je geloof aangevochten. Het is juist de bedoeling als je als gelovige opwast in de genade, wat je net ook zei. Dus dat je wapent met de welberusting, dat je vasthoudt aan zijn woord. En op het moment dat je dat doet, groei je ook in genade, groei je tot eer van God. En dat is het ook, dat je uiteindelijk ook als gelovige tot eer van God mag leven. En daar wil de Satan van afhalen. Die wil niet die eer voor de Heer God. En daarom, vanaf de andere kant, zeg maar, dus niet vanuit ons gedacht, maar vanuit de Heer gedacht, is het zo belangrijk dat je aan de Bijbel vasthoudt, dat je daarmee wapent en dan ook mag geloven dat jou vasthoudt en dat jouw zicht op dingen niet vertroebelt. Ja. Dat je zeker mag weten ook dat je behouden bent, maar niet alleen dat je behouden bent, maar dat je dan ook mag gaan groeien in de kennis van de Heer en daarmee ook in de genade van Hem. En dus tot eer van Hem kan leven. En dat is een doorn in het oog van de Satan. En dat wil ik dus niet. Maar hou je daar wel aan vast. Want het is tot eer van Hem. Perfect, ja. Het sluit heel mooi aan ook bij wat we aan het begin laatst gelezen ook hebben. Van Efeze 6. Van trekt die geestelijke wapenrusting aan. Dat zegt Paulus niet tegen de buitenwereld. Maar juist tegen mensen die al geloven. Want die brief is gepreekt aan al gelovigen. Bert, de laatste vraag die we bij Lennon altijd stellen, dat is ook dezelfde, die stel jij vaak ook aan horen spreken. In dit kader is hij mijn bevrijder. Maar is hij ook altijd met mij? Ik ben er vurig van overtuigd dat we als christenen een missie hebben in deze wereld. Ga daarom deze kant. Je kan allerlei kanten van wie de Heer Jezus voor je is. Maar hij is met mij. Er is een wet voor. Dat de avond begint, wordt er altijd gebeden met een groepje. Er wordt een stukje gelezen. En dat is de zendingsopdracht. En dat is, dat is zeg maar, van mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En dan zendt de Heer Jezus weg. En dan zegt hij, ga heen. Onderwijs alle volk. En dan is het laatste. En ik ben met je. Hem die gegeven is alle macht in hemel en op de aarde, gaat voor mij uit. En is met mij. En is mijn achterhoede. En in zijn naam mag ik ook gaan in de wetenschap dat hij er is. Dus als ik in een doodse situatie kom, mag ik het leven brengen omdat hij het leven naast mij is. Dat belooft hij. Als je gaat, ben ik met je. Ga dan heen. En ik ben met je. En daar verwonder ik mij over. Iedere keer weer dat ik met je denkt toch niet dat dat simpel is of zo? Als je dat denkt, ga zelf eens even een keer. Doe het. En denk niet, het is iets van de apostel of zo, want die vraag had ik ook nog verwacht eigenlijk. Dat is toch voorbij, dat is bij onze tijd is toch voorbij. Dat is nu toch niet meer. Nou, treed in de voetsporen van de eerste christengemeente. Treed in de voetsporen van John Wesley, van Luther, van Corrie ten Boom. Die allemaal daaraan denken, zeg maar. Maar dus op het moment als je die eerste stappen zet, dat doe je met lood in je schoenen. Echt. Het is helemaal geen grapje waar je mee bezig bent. Het is helemaal niet makkelijk waarmee je bezig bent. Maar je zult het merken, elke keer weer als ik in huis binnen ga, om daar het leven te brengen, dat er levende naast mij is. En dat hij me helpt. En ik dank de Heer Jezus. Dat hij zo trouw aan mij als ontrouwe dienstknecht, want ik ben vaker Jona, wil zijn. En dat hij met mij is. Die aan hem die gegeven is, alle macht in hemel en op aarde. En dat ik dus de Almachtige naast mij mag hebben. En daarom overwinningen mag zien. Omdat hij dat doet en naast mij is.